Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas. Zometeen het Bouwensebat 2016. De leerlingen van 4HVO A en 4HVO F zitten er klaar voor. Die beter zijn er klaar voor. Het Bouwensebat kan beginnen. Hiernaast mij Mark van der Sterren, landbouwjournalist. We hebben een introductiefilmpje over je gemaakt, zodat we je een beetje kunnen leren kennen. Mark van der Sterren is agrarisch journalist en blogger voor Farming Africa. Hij werkt vooral voor vakbladen en beschrijft daarin op zijn eigen wijze het wereldtoneel van de landbouw, van Europa tot Afrika. Zijn bijzondere belangstelling gaat hierbij uit naar de productie van voedsel. Daar waar schaarste ontstaat, ontstaan grote problemen. De oplossing is een internationale aangelegenheid die vol zit met politieke en maatschappelijke controversies. Welkom Mark van der Sterren. Van waar die bijzondere belangstelling voor het continent Afrika? Ik heb de kans gehad om 3/4 jaar in Nairobi te wonen. Ik heb nog meer gereisd in Afrika. Waar oorspronkelijk de interesse vandaan is gekomen, dat weet ik zelf eigenlijk niet. Maar ik heb het altijd wel interessant gevonden. Ja, dan komt Afrika veel in het nieuws, zeker Noord-Afrika. En in de jaren 80 weten we dat er veel hongersnood was. Is dat er nog? We hebben nu te maken met El Niño. Dus veel droogte, vooral in Ethiopië. Soudaan en Zuid-Afrika, Zuidelijke Afrika. En nu is natuurlijk de vraag, hoe kunnen we die landen daar helpen? Want vroeger werd ontwikkelingshulp gegeven en tegenwoordig dan draait het meer om handel. Handel kan op zich wel goed zijn als je daarbij gewoon de kansen voor de boeren, voor de mensen, de bevolking van Afrika voorop zou stellen. Maar tegenwoordig is het zo dat de handel voor Europa voorop gesteld wordt. Oké, daar heeft de stelling ook mee te maken. Daar gaan we nu even naar kijken. In 2012 ging ontwikkelingshulp volledig op de schop. Het moest anders. Voortaan gaat er beduidend minder geld naar ontwikkelingshulp. In plaats daarvan wordt gefocust op handel en het stimuleren van investeringen. Dit is goed voor mens en milieu. Het schept banen en brengt kennis over. Maar niet iedereen is het hierover eens. De stelling van vandaag luidt dan ook: de focus op handel en het stimuleren van investeringen is vooral gunstig voor Nederland, maar niet voor ontwikkelingslanden. Wat is het erg dat het goed is voor Nederland? Op zich is het niet erg dat het goed is voor Nederland, maar de ontwikkeling van de landen in Afrika die komt gewoon op de tweede plaats. Oké. Je ziet dat, dat hulpgelden gewoon verkeerd besteed worden en dat het wel ten gunste komt van bedrijven uit Nederland. Terwijl de bevolking, de lokale bevolking, het onderspit delft. Oké, in de zaal bij de leerlingen staat intussen René Martens. En al jarenlang verbonden aan het Bouwens van de Boijen College als maatschappijleraar. En ik mag dat rustig zeggen. Er zijn heel veel lessen die jullie misschien vergeten zijn, generaties lang. Maar de lessen van René Martens vergeet je niet snel. Ik kijk de kinderen aan en ik zie niemand knikken. Dat is in ieder geval positief, René. Dankjewel Pascal. We gaan even wat reacties uit de zaal peilen. Ik sta hiernaast. Loes Gielen. Loes, wat vind jij van het feit dat Nederland ontwikkelingshulp geeft? Is dat goed? Als een van de rijkste landen van de wereld, of zeg je, maar dat hoeft niet zo. Ik vind het wel goed, want er zijn toch allemaal landen die niet zichzelf kunnen helpen. Dus vind ik wel goed dat Nederland daarbij helpt. Dankjewel Loes. Ik ga een stapje naar boven en ik spreek met... Dani. Dani, wat vond je van de stelling? Wat vind je van het feit dat Nederland ontwikkelingshulp geeft? Goede stelling, want het is een actueel onderwerp. En ik vind wel dat Nederland iets moet doen. Voor de arme landen in de wereld. Ja. Dankjewel. Dat waren de eerste reacties hier uit de collegezaal. Wat is jouw reactie erop, Mark? Ik vind ontwikkelingshulp eigenlijk wel een goede zaak. Maar als ze handel voorop stellen, dan kunnen ze die ontwikkelingshulp misschien beter afschaffen. En dan de handel, ook de handel moet dan wegblijven uit Afrika.
Want handel maakt meer kapot dan ontwikkelingshulp goed kan maken. Dit zal ongetwijfeld heel veel vragen oproepen. En wat mij betreft kunnen we het debat beginnen. Het debat gaat over ontwikkelingssamenwerking. Eerst even een snel rondje. Ben je voor of tegen ontwikkelingshulp, Bas? Ja of nee? Ja. Voor. Ik ben ook voor. En tweede vraag. We geven 0,5% van het bruto nationaal product. Dat is minder dan jaren geleden. Is dat een schande voor een rijk land als Nederland, Bas? Nee. Want? Oh, we moeten nou volledig... Oké. Nou, ik denk dat we geen ontwikkelingshulp, maar juist die ontwikkelingssamenwerking, die ontwikkelingshandel moeten stimuleren. Sil, hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind het wel een schande. Nee, ik vind dat als Nederland bij een van de top 15 landen wel in staat moet zijn om die 0,7% af te staan. Het mag dus meer? Het mag meer. Lieke, hoe zie jij dat? Ja, ik sluit me aan bij Sil. Ik vind ook dat een rijk land als Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, dat deze best kunnen bijdragen aan ontwikkelingshulp. Meer dan dat we... Ja, meer dan dat we nu doen. Tansila? Ja, ik vind ook sowieso dat we als een van de rijkste landen bij die 0,7 moeten horen. Dus sowieso meer investeren. Bij we allemaal eens gezind, dan gaan we even naar de stelling waar het over gaat. Handel is geen goede hulp, want het bevoordeelt vooral het Nederlandse bedrijfsleven. Bas? Nou, op dit moment zie je inderdaad bijvoorbeeld bij Fairtrade producten dat boeren in Afrika niet een certificaat zeg maar, mogen kopen of kunnen kopen. Waardoor er juist inderdaad armoede optreedt. Waardoor juist iets rijkere boeren meer kansen krijgen. Maar ik denk dat we het dus anders aan moeten pakken. Maar je moet niet alleen cash geven. Want als je cash hebt geven, dan is hetzelfde. Je kan een boer een vis geven, maar het is beter als je een boer een hengel geeft. Want dan kan die leren vis vangen. Wie wil erop reageren? Sil. Ja, ik ben het pas eens. Alleen ik vind ook dat het belangrijk is dat we gaan kijken naar de landbouwsubsidies die wij als Nederlanders krijgen. Om vervolgens de handelcompetitie aan te gaan met de boeren in Afrika, zodat wij nog steeds de hoogwaardige producten kunnen leveren die wij nu doen voor een hogere prijs. Om vervolgens ook nog een beetje een standje te kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. Dus wij plegen eigenlijk oneerlijke concurrentie met boeren in Afrika, omdat wij gesubsidieerd worden in Europa. Ja. Oh. Lieke? Ja, ik ben het eigenlijk wel met u eens. Ik vind het niet eerlijk dat Nederland allemaal subsidies gaat krijgen, zodat zij handel gaan drijven in Afrika. Ik vind dat de bedrijven in Nederland ook best een steentje mogen bijdragen als teken van ontwikkelingshulp. Dankjewel. Tansila? Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik vind dat we mogen helpen die ontwikkelingslanden. Maar juist die concurrentie waar jij het net over had, hè? Denk je niet dat als je alleen maar gaat investeren als je alleen maar geld gaat geven, alleen subsidies om juist die handel te bevorderen, denk je dat er dan eerlijke concurrentie ontstaat? Nee, maar daar heb ik het juist over. Ik wil juist dat Nederland minder subsidies gaat krijgen. Want ik vind dat bedrijven die ontwikkelingshulp gaan geven, dat het ook ontwikkelingshulp moet blijven, dat ze daar niet te veel zelf van moeten gaan profiteren. Maar de eerlijkste concurrentie creëren toch door helemaal niks te geven aan beide partijen niet? Ja, maar Afrika die kan dat niet helemaal op zichzelf bijvoorbeeld. En waarom zou Afrika niet op zichzelf kunnen? Zij zijn waarschijnlijk afhankelijk van het geld dat ze al jaren van Europa krijgen. Ja, dan kunnen wij ze misschien beter helpen met dat geld. Beter te gaan investeren in bepaalde dingen dan dat ze nu doen. Het is natuurlijk wel even een interessante opmerking van Bas. Maakt ontwikkelingshulp andere landen niet afhankelijk? Tansila, dat hoor je ook vaak. Ontwikkelingshulp zorgt ervoor dat landen eigenlijk lui worden. Het geld komt toch wel. Wat vind je van deze kritiek op ontwikkelingshulp? Ja, ik vind dat het eigenlijk wel klopt. Veel landen zijn afhankelijk van het geld dat ze krijgen. Maar ik vind ook wel dat als we het geld stoppen, dat ze dan helemaal niks meer kunnen. We moeten langzaamaan het geld verminderen. Dankjewel. Zullen we hier nog op reageren? Ja, we zullen het zeker zien. Aangezien wij nu bijvoorbeeld al bij Turkije, waar het grootste gedeelte van de ontwikkelingsgeld naartoe gaat, met 25%, wat eigenlijk een midden tot hoog inkomenland is. En als wij dan ook nog 6 miljard euro gaan geven voor de opvang van vluchtelingen, ja, dan komen ze eigenlijk alleen maar meer in een neerwaartse spiraal, waardoor ze eigenlijk in principe echt afhankelijk raken van ons als Europese samenleving. Want veel van dat geld wat naar vluchtelingen gaat en naar asielzoekers komt uit het potje ontwikkelingshulp. Dat is in feite wat je zegt. En wat vind je oneigenlijk gebruik, Sil? Nou, ik vind dat wij als Europa meer moeten kijken naar de verantwoordelijkheid die wij hebben om vervolgens het geld uit te geven aan de juiste zaken, zoals denk maar aan de
AC-landen en vervolgens ook te zorgen dat het echt daadwerkelijk goed wordt gebruikt door middel van bilaterale hulp. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van Mark op dit debat. Pascal. Ja, ik sta hier naast Mark van der Sterren. Wat is je eerste reactie? Ik vond het een leuk debat. Ik hoorde ook een hele verstandige opmerking. We moeten ze geen vest geven, maar een hengel, zodat ze leren om vest te vangen. Maar van de andere kant, wat er nu gebeurt is letterlijk dat de zeeën leeggevest worden door het Westen. Dus ja, dan helpt het nog niet als je ze een hengel geeft. En dat geldt niet alleen voor de visserij, maar ook voor de landbouw. Landbouwproducten worden massaal daar weggehaald. En vanuit Europa, vanuit Amerika wordt er voedsel gedumpt, zodat de lokale boeren, die hoeven niks te doen. Want hun producten leveren toch niks op de markt. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, als je zegt van hulp of handel, misschien is het beter allebei niet. Dus je verandert eigenlijk de stelling nu een klein beetje? Ja, als je het zo ziet. Dat hebben jullie dan voor elkaar gekregen, jongens. Hartstikke goed. We kunnen hier nog heel lang doorpraten, maar ik geef het balletje terug aan jou, René. Maar ik denk dat het geven van, zoals u ook al zei, het geven van geld of het geven van vis in dit geval, heeft ook geen zin. Daar leren ze ook niks van. Daar zal er nooit verbetering komen. Van Zimba. Ja, ik ben het er ook wel mee eens. Ik vind ook dat het te veel over geld gaat. Het gaat meer over dat mensen daar... Ik vind meer dat het gaat over hoe die mensen daar leven en dat we daar wat meer in moeten investeren, zeg maar. Wil je reageren, Lieke? Ja, ik vond het vooral een goed punt dat wij ze moeten gaan helpen om ermee leren om te gaan, om bedrijfjes zelf te gaan opzetten en niet per se inderdaad geld blijven geven. Dankjewel. Sorry? Ik vind dat als wij als Europa meer moeten kijken waaraan we het geld geven. Dus bijvoorbeeld meer denken aan microtransacties door bijvoorbeeld een boer subsidiëren bij een bedrijf dat hij wil beginnen, bij wijze van spreken. Geen zakken met geld, maar concrete hulp waar mensen zelf mee verder kunnen. Dat is een beetje alle vier jullie mening. Dames en heren, dit was het bouwersdebat. Men was het met elkaar eens. Er moet hulp gegeven worden om mensen zelf aan de slag te kunnen laten gaan. En geen zakken met geld. Pascal, het laatste woord voor jou met Mark van der Sterren. Mark van der Sterren, wat vond je van het debat? Ik vond het wel leuk. Het was interessant hoe dat er hierover gedacht wordt. Oké, dankjewel. René, ook hartstikke bedankt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar het eerste bouwersdebat. En dat ging natuurlijk over ontwikkelingshulp of handel. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Goed gedaan, jongens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas.